Hoi, mijn naam is Jesper en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe 10. Ben je nog niet geabonneerd op 10? Doe dat dan snel en druk even op het belletje om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op 10. Oké, laten we snel beginnen, want dit zijn 10 dingen die je niet op school zou moeten leren. Op nummer 10. Einstein was een slechte leerling. Als er iets is dat wiskundedocenten graag vertellen, dan is het dat Einstein ook slecht was in wiskunde. Het idee dat de Duitse wetenschapper een slechte leerling was, is vaak een herhaald verhaal. Het heeft zelfs Ripley's geloofd of niet boek gehaald. En in dit geval kun je het maar beter niet geloven. In werkelijkheid was Einstein uiteraard een van de slimste leerlingen. Sterker nog, als volwassene kreeg hij ooit de vraag of het waar was en hij lachte er heel erg hard om. Dat is ook waarschijnlijk waarom hij op zijn 12e al met eigen ideeën kwam om de stelling van Pythagoras te bewijzen. En op zijn 15e beheerste hij de integrale en differentiële wiskunde al. De mythe komt waarschijnlijk van zijn oude school, die het normeringssysteem hebben veranderd. Hoewel de kleine Albert er nog steeds een student was, normeerde de school alle toetsen op een schaal van 6, het laagste cijfer, en tot 1, het hoogste cijfer. Maar in Alberts laatste jaar werd deze schaal omgedraaid. En dat betekent dat het net lijkt alsof Albert ineens heel slecht was in wiskunde. Op nummer 9, huiswerk is nuttig. Het is geen nieuws dat huiswerk maken nogal saai en vermoeiend kan zijn. Maar we hebben nog meer slecht nieuws. Het is ook nog eens, jawel, nutteloos. Onderzoek heeft meerdere malen uitgewezen dat huiswerk voor kinderen onder de 12 niets toevoegt. In 1989 deed Duke University onderzoek door een meta-analyse van 120 studies naar de effectiviteit van huiswerk. Ze deden hetzelfde bij 60 studies in 2006. En tussen deze 180 studies werd er geen link gevonden tussen huiswerk en effectiviteit. Maar ze ontdekten wel dat huiswerk ten grondslag lag aan het verslechteren van de houding van kinderen ten opzichte van het onderwijs. In andere woorden, al dat extra werk voor niks zorgde dus alleen maar voor een grotere hekel aan school. Bij oudere studenten is het onderzoek minder duidelijk. Wanneer je op de middelbare school komt, wordt er meer nadruk gelegd op zelfstudie. Die kan worden verbeterd door het juiste soort huiswerk. Maar ook dan moeten studenten volgens Duke University niet te veel huiswerk meekrijgen. Op nummer 8, Columbus heeft Amerika ontdekt. Het verhaal van Christopher Columbus staat sinds een paar jaar onder vuur. Columbus zou de man zijn die Amerika heeft ontdekt en dat de aarde niet plat is. Ten eerste ontkent het idee dat hij Amerika ontdekte dat mensen daar al jarenlang leefden. Wetenschappers denken dat de lokale bevolking afstamde van de Clovis-stam, een volk dat naar Amerika ging rond 10.000 voor Christus. Daarbij hadden ontdekkingsreizigers Amerika per ongeluk al ontdekt voordat Columbus kwam. De Viking Leif Erikson wordt gezien als de eerste man die Amerika ontdekte, in 1000 jaar na Christus. Bovendien zijn er ook nog historici die geloven dat de Chinese admiraal Zheng He ook Columbus voor was. Oh ja, en het was al lang bekend dat de wereld rond was. Aristoteles en Pythagoras hadden dit al in 350 voor Christus geroepen. Nummer 7. Grammatica regels. Je hebt vast jarenlang allerlei grammatica regeltjes gestampt op school. Dat is jammer, want er is geen bewijs dat je zo mensen opleidt tot betere schrijvers. Heel veel onderzoek heeft aangetoond dat de manier waarop we grammatica leren helemaal verkeerd is. Inderdaad, het begrijpen van grammatica is belangrijk. Bovendien zijn niet alle grammatica regeltjes overal hetzelfde. Het belangrijkste in taalles is dat je leert hoe je taal zo creatief en effectief mogelijk kunt gebruiken. Op nummer 6. Lincoln was tegen de slavernij. Lincoln heeft nogal wat bereikt in zijn periode als president. Maar één van deze dingen springt boven de rest uit. De emancipatieverklaring uit 1863 was een bevel dat iedereen die als slaaf werd gehouden, vrijgelaten moest worden. De bevrijding van meer dan 3 miljoen mensen wordt gezien als Lincolns grootste prestatie. Daarom is het zo vreemd dat hij er waarschijnlijk zelf niet zo over dacht. Hoewel hij wordt gezien als een grote tegenstander van slavernij, was Lincoln daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig. Hij wilde er vooral voor zorgen dat de Union tevreden werd gehouden in tijden van oorlog. In een brief bekende hij, als ik de Union kon redden zonder de slaven te bevrijden, zou ik dat doen. En als ik het kon redden door wel alle slaven te redden, dan zou ik het ook doen. De verklaring werd opgepikt door de media en daarom lijkt het alsof hij heel erg tegen slavernij was. Nummer 5. Primaire kleuren. Laten we eerlijk wezen, de meeste mensen hebben niet echt veel geleerd van beeldende vorming. Het was voornamelijk een excuus om een uur lang te kliederen en te kletsen. Maar misschien is het helemaal niet zo erg dat je er grapjes over maakt, want de meeste leraren vertelden je de volgende leugen. De primaire kleuren. Rood, blauw en geel zijn 3 kleuren die 2 simpele regels volgen. Nummer 1. Ze kunnen niet ontstaan door het mixen van andere kleuren. En nummer 2, ze kunnen met andere primaire kleuren worden gemengd en zo kan elke mogelijke kleur worden gemaakt. En dat is dus niet waar. Rood kan worden gemaakt door geel en magenta te mengen en blauw kan worden geproduceerd door cyaan en magenta. Daarbij kun je door deze kleuren als primair te hanteren, klopt de theorie niet meer. De daadwerkelijke primaire kleuren zijn geel, cyaan en magenta. Die namen herken je misschien doordat de printer je wel eens aangeeft dat de kleuren op zijn.
Op nummer 4. Geen wiskundeknobbel. Voor sommigen, net als mij, is wiskunde net zo'n raadsel als dat Chinees is. Of een buitenaardse geheimcode. En je komt altijd in de verleiding om op te geven en te denken... ach, ik heb gewoon geen wiskundeknobbel. Maar het goede nieuws is dat als je denkt dat je geen talent hebt voor wiskunde... je waarschijnlijk echt wel wiskunde op de middelbare school kunt volgen. Onderzoeken hebben aangetoond dat het grootste doorzettingsvermogen... de grootste effectieve factor is bij hoge schoolresultaten. Gelukkig doet de technologie al heel veel voor je. Op nummer 3. Onthouding. Seksuele voorlichting is misschien wel de meest ongemakkelijke les in je hele schoolcarrière. Toch zijn er ook scholen die deze les op een nogal aparte manier geven. En pertinent weigeren met hun leerlingen te praten over seks en relaties, voorboedsmiddelen en seks voor het huwelijk. Maar de methodes die hiervoor worden ingezet kunnen nogal beledigend zijn. Een veel voorkomende strategie is om een hele klas te vragen in hetzelfde glas te spugen. De leerlingen krijgen te horen dat met iemand daten die seks voor het huwelijk heeft gehad, overeenkomt met het drinken uit het glas. Gadverdamme. Maar goed, je kunt zelf ook wel bedenken dat dit natuurlijk averechts werkt. Een onderzoek van het Guttmacher Instituut heeft aangetoond dat ze maar beter een condoom kunnen aanbieden. Op nummer 2, de mythe van Thanksgiving. Je hebt vast wel eens gehoord van het verhaal achter het Amerikaanse feest Thanksgiving. In 1621 vierde een groep pelgrims de eerste succesvolle oogst in Plymouth. Ze hadden een 3 dagen durend feest, waarbij ook de lokale bevolking werd uitgenodigd. Dit blije verhaal wordt al jaren aan de Amerikaanse kinderen verteld op school. Maar historici denken dat er maar een heel klein beetje waarheid in zit. Ten eerste lijkt het huidige feest niets meer op het eerste feest in Plymouth. Er wordt nu vooral kalkoen en pompoentaart gegeten, maar toentertijd werd er hert, kreeft en zelfs zeehond geserveerd. Ten tweede klopt de datum ook niet, de laatste donderdag van november. Historici weten gewoon niet wanneer het feest was, maar waarschijnlijk ergens in september. Dat hele derde donderdag gedoe werd waarschijnlijk geïntroduceerd door Lincoln. De datum werd gewijzigd in 1863, om de feestperiode langer te maken. Ja, en dan zou er meer geconsumeerd worden. Sommige deskundigen geloven zelfs dat het feest niet ging om de oogst, maar om de succesvolle afslachting van een lokale stam. En dan als laatste op nummer 1, dagdromen. Het is op zich best begrijpelijk dat leraren graag willen dat hun leerlingen bij de les blijven. Uiteindelijk offeren zij hun leven op voor een laag salaris en veel stress. En ondertussen zit jij lekker uit je raam te staren. Maar het blijkt dat dagdromen nuttig is voor het oplossen van probleemstellingen. Een onderzoek van Dartmouth University toont aan dat dagdromen ervoor zorgt dat bepaalde delen van het brein worden geactiveerd die door het actief oplossen van problemen niet worden geactiveerd. In 2012 ontdekten onderzoekers de voordelen van afleiding door middel van een simpele taak, zoals tekenen op een papiertje. Een pauze van 2 minuten kan al helpen en zorgt voor 40% meer focus. 10 rare dingen die verboden zijn op sommige scholen. Wil je die video zien? Klik dan op de video op het scherm of rechtsboven in de infocard. Volg ons ook op social media @10video's of mijn persoonlijke kanaal @jesperkleine. En ook die linkjes vind je in de videobeschrijving. Oké, ik zie jou de volgende keer bij een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot ziens.